Van VVV naar casino, de wereld over in 6 maanden en geld inzamelen voor killercelproject. Dag dames en heren, dit is het nieuws van vrijdag 24 oktober. Marcel Knols neemt eind dit jaar afscheid als directeur van de VVV Maastricht. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan bij het Holland Casino in Valkenburg. Knols stond sinds 2002 aan de leiding van de Maastrichtse VVV en kijkt met voldoening terug op 12 jaren stadsmarketing. Ik denk dat we gezamenlijk met heel veel ondernemers in de stad, maar ook met de overheid, met de gemeente, met Maastricht dubbele punten, het welbekende merk wat we met z'n allen gelanceerd hebben, niet alleen voor toerisme, maar ook voor andere doelen in de stad, dat we ook weer onszelf opnieuw uitgevonden hebben en iedere keer weer inderdaad voorop zijn blijven lopen en hebben we laten zien van dat er heel veel kan gebeuren in gemeenschappelijkheid om de economie van de stad, het bedrijfsleven en dus de werkgelegenheid in Maastricht te bevorderen. Maandag kijken we tijdens een langer gesprek met de scheidend directeur nog meer terug op zijn jaren bij de VVV Maastricht. Café Het Pruuske is per direct gesloten. Vanwege privéomstandigheden ziet de eigenaresse van het café zich genoodzaakt om de deuren te sluiten. Van een eventueel faillissement zou geen sprake zijn. En voor wie interesse heeft, het café staat te koop. In de week van 10 november komen 100 internationale studenten uit 15 verschillende landen naar Maastricht. Het bezoek aan Maastricht is onderdeel van internationaal uitwisselingsprogramma Up With People, waarin studenten gedurende 6 maanden iedere week naar een andere stad reizen om daar vrijwilligerswerk te doen en op te trekken met lokale mensen. Ze doen eigenlijk in 6 maanden altijd 3 verschillende gebieden. Dus ze beginnen in de Verenigde Staten, waar de organisatie vandaan komt. Dan gaan ze naar Mexico en het is heel speciaal dat ze dit jaar in Cuba zijn. En ze eindigen eigenlijk met 2 maanden in Europa. Het idee is dat als je mensen leert kennen van verschillende culturen uit verschillende landen, dan is het bijna niet meer mogelijk om vooroordelen te hebben. Als je dan het nieuws kijkt en er gebeurt iets in Nederland, dan laat het je niet meer koud, omdat je mensen kent uit Nederland, omdat je meer over de cultuur geleerd hebt. Tijdens die week gaan ze inderdaad ook vrijwilligerswerk doen met lokale organisaties. We zijn al in gesprek met het CNME bijvoorbeeld, waar we mee gaan werken. Hopelijk ook met het LEF-team en we werken samen met Toet Maastricht. Ze zullen ook deelnemen aan de 11e van de 11e, dus dat wordt wel een culture shock. En nou zijn die studenten een week hier. Mm-hmm. Waar slapen ze? Ze slapen bij lokale gastgezinnen. Dus we zijn nog op zoek. Het is altijd een fantastische ervaring, zowel voor het gezin als voor de studenten. Omdat je hebt een week lang iemand uit Japan of uit Mexico of uit Taiwan in huis. En je leert zo verschrikkelijk veel. En je hebt ook de mogelijkheid om dingen uit Nederland uit te leggen. Ze hebben waarschijnlijk nog nooit hagelslag gezien. Dus uitleggen dat, in Nederland eten we hagelslag op ons brood bijvoorbeeld. Dus het is echt een culturele uitwisseling. In het nieuwe universitair sportcentrum in Randwijk komen 150 tot 175 studieplekken. De plekken zijn 7 dagen per week en door de week ook in de avonduren beschikbaar. Vorige maand is begonnen met de bouw van het complex dat de sporthal in Randwijk vervangt. In september 2016 is het centrum operationeel. Op 5 november start Lumière officieel met het bouwen aan haar nieuwe locatie. Het filmhuis is nu nog gevestigd in de Bogadestraat en krijgt een plek in de voormalige ketelhuizen en de elektriciteitscentrale van de Sphinxfabriek. Het filmtheater moet eind 2015 opengaan. In het Maastricht UMC Plus wordt gewerkt aan een effectieve manier om het uitzaaien van kanker tegen te gaan. Dat gebeurt met zogenaamde killercellen. Het onderzoek naar deze geneesmethode is erg kostbaar en dus zijn er diverse initiatieven om geld in te zamelen. Wij hebben vaak presentaties van mensen die in het bedrijfsleven met innovatieve zaken bezig zijn. Er kwam Michel van Gelder bij ons, hij is van het AZM, het Maastricht Universitair Medisch Centrum. En zij waren bezig met een heel mooi project om met killercellen uitgezaaide kanker te bestrijden. Dat is een hele innovatieve techniek
Anders dan met bestralen en met chemotherapie. Een mens heeft in zijn bloed killercellen. Die gebruiken wij normaal gesproken om bijvoorbeeld virussen of bacteriën te bestrijden. De infecties buiten te houden. En wat wij nu weten uit onderzoek, niet alleen in Maastricht, maar ook in andere delen van Nederland en de wereld, is dat je die killercellen ook heel goed kunt inzetten tegen kanker. En hoe ver zijn jullie daarmee? Nou, wat wij hebben laten zien de laatste jaren is dat die killercellen A, gekweekt kunnen worden. Dat de goede killercellen zijn. Dat die killercellen in een reageerbuisje de kanker kunnen terugdringen. En we hebben ook in proefdieronderzoek, ook al is dat tegenwoordig een beladen begrip, maar ook in proefdieronderzoek laten zien dat we de kanker kunnen terugdringen. Zowel borstkanker als ook een vorm van B-merkkanker, de ziekte van Kaler heet die, blijkt dat die killercellen actief zijn tegen de kanker. Maar ze kwamen geld tekort en ze kwamen veel geld tekort. Ze kwamen 100.000 euro tekort. En toen hebben wij met onze club gedacht, hier moeten wij iets mee gaan doen. Wij moeten hun helpen dat geld bij elkaar te brengen. Maar het is te groot voor één club. Dus we hebben toen gezegd, we doen dat met drie clubs. En nou hebben de drie Maastrichtse clubs, die hebben de handen ineen geslagen om dat geld bij elkaar te brengen voor dit onderzoek. Kom u bij het idee om iets met koffers te doen? Nou, we hebben hele creatieve mensen in de club. We hebben kunstenaars in de club. We hebben mensen van reclamebureaus waar u nu op bezoek bent in de club. En uit die chemie tussen al dat soort verschillende mensen met verschillende achtergronden is dit project ontstaan. Een kunstenares die bij ons een lid is, die heeft dit eigenlijk bedacht. En met elkaar hebben we dat verder gebracht. Nou, we zijn dus met een kunstcommissie. Zoals het heet, kunstcommissie, met vijf mensen erin. Die vijf mensen die zijn een beetje thuis in de kunst of die houden van kunst. Dus die kennen bepaalde mensen. Die hebben ze benaderd en gevraagd van willen jullie aan dit project meedoen? Daarnaast hebben we via andere Rotary-leden ook gevraagd van god, ken je bekende Nederlanders? Ken je bepaalde kunstenaars die je warm zou kunnen maken om een bijdrage te leveren aan dit project? Iedere kunstenaar heeft een eigen verhaal wat hij in een koffer verwerkt. Om een voorbeeld te nemen, Kim Zwarte is beeldend kunstenaar en met name fotograaf. Zijn werken hangen onder andere ook in het Bonnefante Museum. En Kim zei, ik ga helemaal niks schilderen, want ik maak voornamelijk foto's. En die kwam zijn koffer brengen. Hij heeft hem gewoon blanco gelaten, zijn handtekening erop gezet. Hem verzegeld met een touwtje. Ja, en er zit iets in. Het is heel zwaar en we weten gewoon, alles wat Kim maakt is ongelooflijk mooi. Dus dat zal echt wel een behoorlijke waarde vertegenwoordigen. Crit Rousseau, ja prachtig. Heb je de achterkant al gezien? Dat is echt, ja, dat is fantastisch. Ik vind deze van Frans Budet. Het is heel eenvoudig, maar er staat een prachtig gedicht op de achterkant. En bloedhete steden zinderen aan onze raampjes voorbij. We vliegen koersen op bestemmingen aan. Terwijl de wijn aan boord zich staande houdt in volmaakte afdronk zijn ronding geeft. Ja, dat vind ik gewoon wel heel erg bijzonder. Dat is iemand die is helemaal in dat concept koffer meegegaan. En die maakt daar dit van. Dat vind ik wel iets. Ik zie daarnaast nog een bijzondere koffer staan. Ja, dat is de koffer van Theo Bovens, de VIP-koffer. Theo Bovens heeft zelf die koffer gemaakt. En herken maar aan het snorretje, hè? En zo worden op 8 november dus ook unieke koffers verkocht van onder andere Daphne Dekkers, Boudewijn Zende, Jeroen van Koningsbrugge, de kaas van Flikken Maastricht, Jan de Bovrie, Marco Borsato, Maartje Paume en de DJ's van Festival Tomorrowland. Daarnaast zijn er nog twee koffers ontworpen die in een grotere oplage worden verkocht. Sommige koffers kun je prima gebruiken op vakantie, want die zijn niet echt kwetsbaar, hè? Zoals deze. Dit kun je gerust op een band gooien. Maar er zijn ook koffers die moet je gewoon als object neerzetten. En als je ze dus open zou maken, bijvoorbeeld die van Crit, kom maar. Dan is het eigenlijk ook nog wel een heel mooi object voor aan de wand. Kijk.
Wij zijn voor het kankeronderzoek in Nederland in hoge mate afhankelijk van donaties. Iedereen kent het Koninklijk Wilhelmina Fonds. Nou, daar werken wij als kankeronderzoekfonds Limburg ook intensief mee samen. Maar dat geld is ongeveer 50% van het budget wat we in Nederland hebben voor kankeronderzoek. Wat hoopt u op te halen? Wij gaan voor 100.000 euro en geen cent minder. Wij gaan ons daar onze uiterste best voor doen. Maar meer mag ook. Meer mag altijd. En tot zover het nieuws van vandaag. Programma's ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken, een heel fijn weekend en graag weer tot maandag.